Tot viermaal toe is de ruit van de toegangsdeur vernield van de Eco Shop. De winkel in de Broederstraat is de laatste tijd vaak het slachtoffer van vandalen. De vernielingen vinden steeds plaats in het weekend. De eigenaar zit met de handen in het haar. Zij hoopt op een mentaliteitsverandering bij het uitgaanspubliek. Of dat gaat lukken, zal de toekomst uitwijzen. Er komt in ieder geval een camera in de winkel te hangen. Misschien dat die de vandalen kan betrappen of zodanig afschrikt dat de ruiten met rust gelaten worden.